Dit is Muntjacht, het tv-programma van de Tilburgse kermis met de allergrootste prijzen. Drie kandidaten gaan met elkaar de strijd aan en de winnaar gaat op jacht naar het eentje met de hoofdprijs van maar liefst 1500 pushermunten. Welkom bij Muntjacht met Heliane Prins. In met verschillende soorten punten. En aan de kandidaten de taak om 100 te pakken. Degene die de 100 pakt, mag ze houden. En de kandidaat die de hoogste aantal punten heeft, die mag door naar de grote finale. Nou, welke heb je? Ik heb 75 munten. 75. En jij? En 63 munten. 63. En dat is 138 punten. Pak maar twee eentjes. Welke heb je gepakt? 1 munt. En 37 munten. Helaas te weinig. We moeten afscheid van je nemen. Jongens, jullie mogen twee eentjes pakken. Welke heb je? Ik heb 50 munten. 25. Ja, dat is net te weinig voor de 138 van de dames. Dus we gaan nu met de dames naar de finale. En helaas moeten we van jullie afscheid nemen. Maar bedankt voor het meedoen. En dit zijn onze finalisten. Wat zijn jullie namen? Cindy. En jij? Brit. Oké, en waar komen jullie vandaan? Uit de omgeving Utrecht. Oké, jullie zijn vriendinnen, zusjes? Nichtjes. Nou, heel gezellig. Hoeveel muntjes en punten hebben jullie? Wij hebben 2500 punten. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan is het nu tijd om jullie gelukseentje te gaan pakken. Ja. Nou, dit is jullie gelukseentje. Deze mag op de gouden hoed worden gezet. En daar komen we ook verder het rest van het spel niet meer aan. Oké. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we eerst naar onze notaris. Hallo! Goedendag, ik ben Frank Jacobs van Verboekel Accountants en Adviseurs in Tilburg. Wij zijn een kantoor wat ondernemers adviseert op allerlei gebied. Op financiële administraties, op fiscaliteit, op loongebied. Daarnaast stellen we jaarrekeningen samen en controleren we die daar waar gewenst. Oké. Kloppen de bedragen, meneer Jacobs? Ja, we hebben de bedragen gecontroleerd. Alle eentjes liggen klaar. Wij wensen alle deelnemers heel veel succes. Jullie mogen de eerste 5 eentjes gaan pakken. Wie wil er beginnen? Ja, ik begin wel. Oké. 5 munten. 5 munten. Dat is een lage, dus dat is al een hele goede start. Nee, ik ben al mijn munten kwijt. Al je munten kwijt en nu al in de tweede ronde. En dat betekent dat de munten hierin gaan. Een paarse. 25 munten. 25 munten, ook nog een goed aantal. Groen is een gelukskleur, zeggen ze altijd, hè? Ja, we zullen zien. 1500, nee! Nu een ongelukskleur! Oh, wat zonde! Ja, heel jammer. Dan maak je nog kans op 1250. Dat zou een nieuwe hoogste zijn, dus die mogen we niet pakken. En je hebt een roze. Nou, welke staat erop? 1000, ook alweer een hoge. Wat jammer, joh. Want we gaan nu naar een bot van de bank toe. We hebben het bot van de bank. En dat is 276 muntjes. Als je akkoord gaat, dan mag je hem af laten gaan. Wil je nog verder spelen, doe je hem weer terug in het roze bakje. Terug? Ja, terug in het bakje. We doen hem terug, ja. Nou, helemaal goed. Bij deze keus betekent het dus dat jullie nu 4 eentjes moeten pakken. Een paarse. 100 munten, ja. Dat is goed. Weer een groene. 200 munten. 200 munten, nou, dat valt mee. Een blauwe. Nou, wat staat erop? 850. 850, oeh. Nou, het is nog niet de allerhoogste. Nee, klopt. 450 muntjes. 450. De hoogste zit er nog steeds in. En we gaan weer naar een bot van de bank. Het bot dat we hebben gekregen is 284. Oeh, niet heel veel hoger. Maar dat komt doordat de hoger er al uit zijn. We spelen nog even verder. Heel goed. En dan gaan we nu 3 eentjes pakken. Het begint erin te komen. 50 munten.
zit er aardig goed in. Nou, een paarse. Is dat je een gelukskleur? Nee, niet echt volgens mij. Ik weet niet. Nou, we gaan kijken. 600 munten. Nou, een wat hogere. Een groene. 300 munten. 300 munten, oké. Okay, niet de ongelukskleur weer. We gaan weer over naar het bod van de bank. Het bod dat we hebben ontvangen is 315. Yes! Dan gaan we nu voor de 2 muntjes nog. Een gele. Geluk of ongeluk? Vroeger was het mijn lievelingskleur. Dat kan helpen. 1 munt! 1 munt! Nou, dan is dat nog steeds je lievelingskleur. Gelukt? Geel was haar lievelingskleur. Is die ook voor jou? Nou, voor mij niet, maar ik hoop dat het wel een goede is. Dat gaan we nu zien. Draai maar om. Ja, 10 munten! Yes! Het is nu tijd voor het laatste bod van de bank. Zijn jullie gespannen? Een beetje. Eigenlijk staan jullie nu voor een dilemma van of jullie gaan voor het bod van de bank of voor het gelukse eentje. Dus denk hier even heel goed over na, want het is alles of niets. En het bod van de bank is 688. We doen het gelukse eentje. Ja. 450! Yay! Gefeliciteerd! Leuk, dank je. Dat was een schot in de roos, hè? Ja. Muntjes, wat een mooie opbrengst. Zeker. Ik denk dat het leukste is als we hem nu even gaan laten overhandigen. Want dan zie je echt wat het is, resultaat is geworden. Hier komt hij. Zo. Nou, daar kan je flink wel mee schrijven. Ja. Ben je er blij mee? Zeker. Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier ermee op de kermis. En dan zien wij jullie morgen terug bij een nieuwe muntenjacht. Met nieuwe kansen. En misschien wel meer of minder muntjes.